Ja, eindelijk is het zover. We gaan weer beginnen, maar nu voor het echie. Zondag speelt NEC thuis tegen FC Twente. De Tukkers speelden donderdagavond uit in Servië tegen Kukarički. Daar wonnen ze met 1-3 in de voorrondes voor de Conference League. Is het een voordeel dat Twente al een wedstrijd in de benen heeft? Ja, dat zou voor ons een voordeel kunnen zijn, hè, dat ze wat minder fris zijn. Alleen, ja, weet je, dat is altijd ook hoe een wedstrijd loopt. En wij moeten denk ik naar onszelf kijken en zorgen dat we heel agressief zijn. Dat we proberen zij het spelen onmogelijk te maken. En dan, ja, dan hebben we kans tegen deze ploeg, zeker thuis. Heb jij gisteravond naar eens gekeken? Nee, natuurlijk. Ja. Natuurlijk heb ik gisteravond gekeken en ook de wedstrijd in de voorbereiding. Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde elftal als vorig jaar. Ja. Die hebben daarin niemand kwijtgeraakt, of die zijn daar niemand in kwijtgeraakt. Gewoon een goed elftal, fysiek goed, voetbalt goed. Alleen ja, zondag is de eerste wedstrijd ook voor hun om het echie in de competitie. Ja, dan hoop ik dat we ons kunnen meten met hen. Hey, luister, Stafsan, ja, het nieuwe seizoen gaat beginnen. We hadden het er net al even over, maar je hebt er wel zin in. Ja, zeker. Competitie start is natuurlijk heel anders dan wat oefenwedstrijden spelen. Dus ja, ik heb er weer zin in iedereen, denk ik. En we zijn er klaar voor, vind ik. Dus ja, leuk. Ja, je zegt we zijn er klaar voor. Hoe is de sfeer in de groep? Ja, goed. Ik denk dat iedereen wel echt hecht met elkaar is. We zijn wel echt een team, vind ik. En dat is ook een van onze krachten, denk ik. Dus, ja, dat is wel prima. Ja, over het voetbal is het eigenlijk heel weinig gegaan deze week. Het gaat natuurlijk vooral over Jasper Cillessen. De Groesbeekse goalie komt na 11 jaar terug bij NEC. De club waar het voor hem allemaal begon. Hartstikke fijn dat Cillessen natuurlijk terugkeert. Maar hadden wij niet al een hele goede keeper? Klopt. Alleen als je twee hele goede keepers hebt, dan ben je nog blijer als coach. Als je één goede spits hebt en je kunt er twee krijgen, dan gebeurt het ook. En ja. Dit is ook hoe topsport werkt. En dat is soms vervelend en hard. We hebben daar, of ik heb daar met Matthijs over gesproken. Die zit daar best goed in. En we zullen de komende tijd kijken hoe het verder gaat. Maar het is buiten dat wel een fenomenale transfer natuurlijk. Nou ja, natuurlijk is het geweldig dat de keeper van het Nederlands elftal terugkomt naar zijn oude club. In een leeftijd dat hij nog gewoon hartstikke fit is en van waarde kan zijn op het veld. Dat is vanuit Jasper gezien een mooie stap. Dat je terugkomt naar je oude club. Ja. Dat is voor ons als club natuurlijk een geweldige publiciteit. Ja, jij zit er ook nog steeds. Je hebt natuurlijk wel veel belangstelling. Ja. Je hebt ook wel gezegd dat je toe bent aan een stap hogerop. Nou, je zit hier nog steeds. Je hebt ook inderdaad gezegd, ik ben hier nog eigenlijk niet klaar. Hoe sta je er nu eigenlijk in? Ik denk hetzelfde. Wat ik eerder zei, van dat ik wel echt klaar ben voor een nieuwe stap. Alleen hier ook nog niet uit ben geleerd bij NEC en het ook gewoon naar mijn zin heb hier. Ja, ik vind voor mezelf dat ik nog aan mijn statistieken kan werken. Als ik zou blijven dit seizoen, wat ik natuurlijk nog niet weet, maar is denk ik wel het punt waar ik nog wat kan leren en beter kan doen dan vorig seizoen. En hoe zit het eigenlijk met Mikkel Duurlund? De middenvelder uit Denemarken werd vorig jaar gehuurd van Dynamo Kiev. Maar door de oorlog natuurlijk in Oekraïne is het niet mogelijk om daar te voetballen. Hij heeft de hele voorbereiding hier meegedaan, meegetraind, oefenwedstrijden gespeeld. Maar van de officiële aankondiging dat hij hier volgend seizoen gaat spelen is nog geen sprake. Hoe zit het met deze middenvelder? En Mikkel Duurlund, kan hij zondag meespelen? Ja. Ja? Ja. Er is nog geen officiële aankondiging geweest dat hij... Nee, maar die krijg je even cadeau van mij dan. Okay. In principe wordt dat vandaag denk ik aangekondigd. Ja, daar ben je weer helemaal bij wat betreft het nieuws rondom NEC. Zondag trappen bij de ploegen af hier in het Goffertstadion om 2:30. En de wedstrijd is natuurlijk live volgen op de radio bij RN7.